Suhirman Padmo is geboren en opgegroeid in Suriname. Maar hij woont al langer in Nederland dan in Suriname. Met zijn vrouw Harriette Mingoen, die ook uit het district Kommerwijnen komt, gaat hij terug naar zijn geboortegrond. In deze aflevering van de radio- en televisieserie Meer dan toerisme gaat verslaggever Sam Jones met ze mee. Voordat we naar het ouderlijk huis van Suhirman Padmo op Bakkie gaan, nemen we in deze aflevering eerst een kijkje op plantage Frederiksdorp. Want Suhirman heeft hier ook iets mee. We lopen met hem en zijn vrouw Harriet Mingoen het plantagepad op. We zijn hier al eerder geweest, maar zien de plantage nu door de ogen van deze twee mensen die in deze omgeving zijn opgegroeid. De opa van Suhirman, eigenlijk de oom van Suhirmans grootmoeder, was van 1943 tot 1969 eigenaar van deze plantage. Vroeger ook directeurswoning van de plantage-eigenaar. In de grote vakantie logeerde de jonge Suhirman met zijn broer Sundirman, Mike, bij opa Kassit. Kassit Wongso Suparto. Ze kwamen dan met de rivierboot de Tapuripa vanuit Bakkie hier naartoe. We speelden als kleine kinderen heel vaak met mijn neefjes en neven. Altijd onder het huis. En het leek vroeger heel veel groter en ook de trap. We gaan naar binnen in de directeurswoning waar de jonge Suhirman dus logeerde. Hij vond vooral de nachten eng. Er hing een antieke klok in deze grote kamer en hij sliep zelf met zijn broer in de kamer hierboven. En dan is het stil in huis en dan hoor je plotseling de klok. En dan gaat hij 12 keer s'nachts over. Nou, dan duurt het bij, lijkt dat het eeuwen duurde voordat het afgelopen was. Vooral om 12 uur s'nachts, ja. Harriet heeft ontwikkelingssociologie gestudeerd en Suhirman antropologie. Ze hebben sowieso grote belangstelling voor de geschiedenis van Suriname. En in het bijzonder voor de mensen van Kommerwijnen. Met verbazing kijken ze naar het jaartal op de pijlmolen. 1888, welke conclusie trekt Suhirman hieruit? Nou, dat ze al veel eerder rijst hebben geplant hier. Althans op Rijnsdorp. Voordat de Javanen kwamen. Voordat de Javanen kwamen dan. De Javanen kwamen pas in 1890. Dus zelfs 2 jaar voordat de Javanen kwamen. En ja. ik heb niet ergens kunnen lezen dat er ook Hindoestaanse contractarbeiders hier hebben gewerkt. Dus met andere woorden, net na de afschaffing van de slavernij hadden misschien de ex-slaven hier ook aan reis gepland, ik weet niet. Deze pijlmachine is kennelijk gemaakt in 1888, maar misschien veel later geïmporteerd hier in Suriname, zegt Suhirman. Dat is wel interessant om zoiets te onderzoeken, zodat je weet wat, hoe het was vroeger, vooral op deze plantage. Nou, ze zien maar, het maakt wel veel los. Hoe dan ook, genoeg materiaal voor nader onderzoek. We zijn nu op Frederiksdorp geweest, waar in zekere zin je roots liggen. Je opa was hier directeur. Ja. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar Bakkie. En vanaf Frederiksdorp nemen we de boot de Kommerwijnenrivier op. In de volgende aflevering gaan we dan eindelijk naar het ouderlijk huis van Suhirman Padmo op plantage Bakkie. Tot zover deze aflevering van de radio- en televisieserie Meer dan toerisme, mede mogelijk gemaakt door Suriname Airways. Een productie was dit van Sam Jones.